Afrodiet Segers en Lopke Berghout zijn zevende geworden op de Hempel Sailing World Cup in Miami. Daarmee voldoet het kerstverse 470-team aan haar eigen doelstelling. Finishen bij de beste teamboten. De middelrace wordt gevaren bij een heel licht windje. En dat betekent voor alle teams balanceren in de boot en zoeken naar dat ene zuchtje wind. Segers en Berghout finishen de middelrace helaas als tiende. En daardoor zakken ze in het overal klassement van de zesde naar de zevende plek. Het goud gaat naar de Duitse Loewe en Markvoort.